Hallo bewoners van een gamestad en welkom bij deze nieuwe video. Zometeen komt het vervolg van de stream van gisteren. Er is een hele hoop gebeurd. Ik was in Wood Springs na 8 uur, maar daarvoor heb ik Jum belachelijk gemaakt tegenover de stream en dat pikte hij niet. Hij wilde mij pakken, dus het was 8 uur in Wood Springs. Hij zat achter me aan. Ik wilde met mijn helikopter wegvliegen, maar ik werd gekickt voor flying in Mindtopia en toen wilde ik terugkomen, maar dat lukte niet. En toen moest ik rennen en werd ik vermoord door Jum. Jum had daarna al mijn spullen en die spullen die wilde ik allemaal op gaan halen. En dat mislukte. Hij had me gevangen genomen. En het leger wilde me komen bevrijden. En dat moment komt nu. Maar eerst wil ik nog even vragen voor een dikke vette like. En laat in de reacties weten voor wie jij bent. Ben je voor Kutjoch? Ben je voor Jum? Ben je voor mij? Ben je voor Erpen? Voor wie ben jij? En dan zullen we binnenkort is die oorlog gaan beginnen. Want winnen, dat zullen wij. Hallo Worden van Games en welkom bij deze gloednieuwe video van Mytopia Live. Ja, ik heb gisteren gelivestreamd en jullie zien deze mensen voor me staan. Deze staan wel bekend als, ja, jullie hoort me trouwens, hallo. Hallo. Als de criminelen van Wood Springs zo'n beetje, of misschien wel heel Mytopia wel. En als je de stream van gisteren hebt gezien, ja, dit is echt gewoon achter elkaar opgenomen zoals ik in de stream heb gezegd. Dan weet je dat er een hoop gaande is. Ik heb je een beetje belachelijk gemaakt net en dat pikt hij natuurlijk niet. En nu zit ik hier en... ik werd vermoord door hem, ik was alles kwijt. Maar nu wil ik dus alles terug. Dus ook nog mijn auto, mijn telefoon. Dan krijg jij mijn speedboots. Maar er is het leger. Ik ga hem roepen gewoon hoor, als je nou niet iets teruggeeft. Want volgens mij staat hij beneden, toch? Ik hoorde Snapt roepen net of zo. Ik zie dat. Ik zie een rode naam. Nee, volgens mij is het Kutjoch. Wie loopt hier omheen? Ja, dat Snapt. Ik ga hem roepen. Nu, geef het of ik roep hem en dan komt hij naar binnen. Geef het. Nee. Ik ga hem gewoon roepen. Help! Oh god, daar is hij, hij moet het horen, ik hoor! En werk mee, wat moet ik doen dan? Help! Nee, ik wil hier gewoon door die deur, laat me door die deur, sla die deur open. Oh, hij hoort het niet goed. Wacht, hier, zit hij me hier? Waar is hij nou? Man, ik wil hier gewoon uitkomen! Hij zag me! Ja, hij zit me hier! Help! Oké, jongens, er gaat iets gebeuren volgens mij. Jum, het is beter als je nu alles geeft. Dan kan je nog leven. Mijn auto en mijn telefoon. Ja, het leger komt me redden. En als je me hier nu niet uitlaat. Jum! Help! Als je me hier nu niet uitlaat, dan vermoord ik je echt een keer hoor. Ja. Nou, we wachten wel op het leger. Jolle Kraats komt er ook weer aan. Ik wil hier uit deze kamer. Blijf hier nu. Oké. Okay. Ja, ik ben eruit. Oh, dat ik moet zeggen, dat hoor je natuurlijk. Help, leger! Hier ben ik! Hier! Oh, crap. Ik word nou weer helemaal weggeslagen. Ik kan er gewoon... Nee, dan word ik vermoord. Dat ga ik niet doen. Ik ga niet mijn wapens gebruiken. Ik kan mijn wapens... Oh, hier is het leger! Het leger is hier gewoon! Oké. Het leger is hier. Maar ik heb mijn spullen nog niet terug. Oké, het leger is hier. Je vrienden zijn weg, Jum. Waar zijn je vrienden heen? Ja, die komen wel helpen. Die komen je wel helpen? Oh, hier is Rayox. Maar Lakratus is naar boven gevlucht. Zoek Marker Boys. Hier ben ik, jongens. Waar is Lakratus? Hier, Rotje. Hier ben ik gewoon. Ik ben hier. Ze hebben mijn telefoon. Het zijn een stel criminelen. Jum heeft mijn telefoon. Sorry, Jum. Oh. Je hebt het er zelf. Ik heb niks. Wat? Kunnen we niks aan doen? Is na 18 gebeurd? Oh, nee. Oké, we moeten weg hier dan, denk ik. We kunnen het beste gaan. Volg ons. Oké, ik ben er wel uit, maar... Auw! Hey! Oké, ik ga weg hier. Weg hier. Oh, Jum, geef me nog even een tik. Oh, de deur is dicht. Geef het nu terug. Nu! Mijn telefoon in mijn auto! Nee. Oh, mijn god. Oké, ik moet vluchten dan. Ik ga eruit. Hoppakee, ik ben eruit. Waar zijn mijn speedboots? Ik hoop dat die in mijn... Nee. Ik moet mee naar de legerbasis, denk ik. Waar zijn ze? Oké, loop mee. We moeten mee. Volg snap. Yes. Oh, hij heeft me net pas aangenomen en nu heb ik al zo'n chaos veroorzaakt. Dit is niet goed, daar zal hij echt niet blij mee zijn. En nu ben ik ook nog eens mijn telefoon en mijn auto kwijt. Wat? Lakratus, zo zitten er gewoon achter ons aan. We lopen gewoon door, we gaan hier veilig tussen de muren zitten. Maar ik heb mijn speedboost nog niet, ik heb nog helemaal niks. Oké, we lopen keihard door. En ze blijven ons volgen, die criminelen. Echt, jongen. Als ik kan, wanneer ik... Oh. Wanneer ik kan, ga ik ze vermoorden. Allemaal. En ik zal beginnen bij Jum. Zeker. Weg! Oh! Lakratus, stop ermee! Ah, die man, hij heeft me in het water geslagen. Ik ren gewoon weg. Lakratus, kap nou! Oh ja, hij blijft me slaan. Die man is zo irritant, je wil niet geloven. Oké, ik kan nu wegrennen.
ben toch sneller. Hoop ik. Nee, ik ben niet sneller. Go, 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 go. Nee! Come on! De Kratos, kappen! Okay, kan ik hier door naar binnen? Hier. Wat is dit? Nee, dit is een brievenbus! Oké, ik zit nu opgesloten bij de brievenbus. Wat moet ik hier? Wat kan ik hier? Oh, shit. Maar liefje, zegt hij. Hoe kom ik hier uit? Hoe kom ik hier weg? Oké, we zijn hier. Weg hier. Ja, ik wil hier ook weg, maar hoe komen we hier weg? We moeten snel tussen de muren zitten. We moeten snel erbovenheen gaan. We gaan nu vlug naar de baas en dan zijn we veilig. Oké, go, 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 go. Als er zoveel mogelijk mensen tussendoor lopen, dan slaat hij me misschien mis of zo. Of slaat hij me niet? Oké, ik moet snel doorlopen. Door, 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 door. Nou, volgens mij haal ik het. Volgens mij haal ik het. Ja! Oké. Ja! Oké. Ik ben binnen de muren. Ik ben binnen de muren. Oké. Ik ben veilig volgens mij. Ik zit hier gewoon goed veilig tussen de muren. Yum. Geef me nu mijn spullen terug. Ik ga naar binnen. Nou, je mag best mee naar binnen hoor. Nee. Ik ben mijn telefoon en auto kwijt. Ik wist niet dat dit zo gevaarlijk zou zijn. Ik had dit echt onderschat. Woodsprings en het groepje criminelen. Nou ja, ik ga kijken of ik morgen vroeg misschien nog eventjes op zoek kan gaan naar die mooie auto en telefoon van mij. Goedemorgen of middag is het alweer zoals je ziet. We zijn een hele lange tijd verder. En ja, ik heb even kunnen rusten dus na die drukte van afgelopen avond. Oh, wat was er allemaal gebeurd, jongens. Ik ga zo meteen kijken of mijn helikopter nog hangt. Maar volgens mij hangt hij er niet meer, want iemand heeft hem opgehaald. Maar het is hier wel poepiedruk. Ik heb mijn auto en mijn telefoon nog steeds niet terug. Dus ik ga eens even kijken. Jum en zo, die zijn niet online. Volgens mij liggen die gewoon te slapen of zo. Ik ga eens eventjes kijken of ik hier doorheen kan komen. Ik denk niet dat me dat gaat lukken. Kan ik misschien door deze helikopter? Dat gaat me ook niet lukken. Hoe kom ik hier nou uit? Kom allemaal hierheen gerend. Ja, hier ben ik. Woe! Kom allemaal hierheen. Ja, dan hoop ik dat ik sneller bij de poortje ben dan hun. Oké, let's go, let's go, let's go, let's go. Hop, 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 hop. En hoppakeetje. Het is me gelukt. Oké, ik ga eerst eens eventjes kijken bij Marniker. Waar Marniker opgesloten... Wat? Oké, er zit dus iemand opgesloten waar ik opgesloten was. Dan gaan we eens even kijken hoor. Dan ga ik eens kijken of ik diegene kan bevrijden. Maar ik wil ook kijken of mijn spullen er eigenlijk liggen. Maar ik denk niet echt dat ik in die kisten kan. Dus ik wil wel mijn spullen terug. Ik moet mijn auto hebben. Ik heb geen helikopter meer. Ik heb geen telefoon meer. Maar volgens mij heb ik de rest wel zo'n beetje terug, toch? En speedboots heb ik ook nog niet. Even kijken of die in mijn brievenbus liggen. Want volgens mij vertelde Erben dus een grapje, of ja, een leugen. Hij zei tegen Jum, ik heb die speedboots verstopt in de brievenbus. En volgens mij liggen die helemaal niet in mijn brievenbus. Volgens mij had hij die al die tijd bij, die Erben. Dus ik hoop dat hij ze hier ergens heeft. Hier zat ik opgesloten en hier is mijn eigen huis. Dus daar zou eigenlijk mijn mooie speedboots in moeten zitten. Dus ik ga even heel snel kijken. Zit het misschien in dit dingetje? Hop. Nee, hier zit het niet in. Zit het misschien... Oh, goddammit. Nee. Oh my god, hij is binnen. Ja, speedboots. Oh yeah, Erben heeft het gedaan. Thanks man, ik appreciate dat je me hebt geholpen. Vind ik echt, dat waardeer ik. Kom je mee? Nou, eens even kijken. Hier zit dus iemand opgesloten, zeggen ze. Oh, die deur is gewoon nog open. Help, zegt iemand. Daarboven zit hij. Dat is die man waarmee ik op zat gesloten toen. Oh, waar is mijn auto? En hier zit diegene opgesloten. Ik moet hem eruit halen. Tuurlijk, ik ben Marge C. Ik haal hem eruit. Mark, help me. Ik kijk al je fit. Ja, maar dat is niet de reden om je eruit te halen. Ik ben Marge C. Hop, kom eruit. Jeetje. Wat is er allemaal gebeurd? Gaat het een beetje met je? Oh, hier zat ik dus ook opgesloten, toch? Ik weet het niet eens meer welke kamer ik zat opgesloten. Het was zo'n chaos. Dank je. Kom mee. We halen je hieruit. Maar ik weet niet waar mijn spullen zijn. Die moet ik echt nog een keertje terug proberen te fixen. Ik hoop dat dat heel makkelijk gaat. En ik hoop dat ik dat niet... Oké, laten we het allemaal zo staan. Ik hoop dat het allemaal zo goed zou gaan. Daar is hij hoor, pro-killertje. Ben je dankbaar? Dit is mijn werk. Dit doe ik voor de mensheid. Voor iedereen. Oké, ik kan nu eventjes kijken of de helikopter er nog hangt. En dan hoop ik dat ik gewoon lekker door blijf verder kan gaan met mijn leven. Wat is hier gaande? Ik heb geen idee. Wow, er gaat iemand dood. Van de honger volgens mij. Oké. Er is hier... Wie zijn deze mensen? Volgens mij is dat de CIA of zo. Of ook Marcus C. Ja, volgens mij zijn deze mensen van de CIA. Die zijn een stapje hoger dan ik. En ik weet niet wat ze hier aan het doen zijn. En gisteren hing die hier. Toen heb ik hem vanaf het dak heb ik hem gepakt. En daarna hing... Nee, dat was daar. Daar hing hij gisteren. En toen... Daarna werd ik er daar telkens uitgekikt. En dat was hier zo. En hij hangt hier niet meer. Dus iemand heeft hem. Iemand heeft mijn helikopter. En ik ga hem zoeken. Ik ga hem heel snel zoeken. En ik hoop dat ik hem kan vinden. Ik ga nu in ieder geval lekker eventjes weg hier uit deze drukke stad. En dan kom ik hier woensdagavond om 7 uur weer lekker terug in een livestream.